Het is niet te geloven dit, het is niet normaal hoor. Ga maar gewoon zitten. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio, Jesse Silver en mama René is aan het werk. Wij dachten van, we gaan eventjes lekker wandelen. En nou, het is in ieder geval droog, soms komt het af en toe doorheen. Maar, precies, de wind. Ik had niet in de gaten dat het zo hard waaide. Ja, vannacht wel, maar kijk. Er is aardig wat afgebroken. Er zijn nog geen hele omgebaaide bomen. Zo, omgebaaide bomen. Knap. Nog geen omgebaaide bomen en zo. Maar het is wel vrij heftig, dus ik ga niet onder de bomen lopen. En we lopen even lekker richting... Oh, misschien gaan we wel even naar de molen kijken. In ieder geval langs René. Die heeft afspraken, dus we blijven niet te lang. Waarschijnlijk gaan we niet eens naar binnen. Maar ik ben nog steeds aan het vasten en ik mag bijna eten zo meteen. Dan heb ik weer ruim 16 uur niks gegeten. Dus ja, daar gaan we om doen. Jesse is ook vrolijk. Hij heeft weer mooie kleertjes aan van Noppes. Noppie. Hartstikke leuk. 56 past er niet meer, dus ik heb al wat broeken weg moeten doen. Hoe is het, Jess? We hebben wel een beetje de snop. Dat is niet erg. Er is lekker wat muziek op het plein. Maar ja. Heb er niet zo'n zin in? Nee. Ja, dan gaan we maar weer lekker naar huis. Hè. En soms is het natuurlijk ook gewoon eventjes playtime. Zo leuk hoe hij dan in het spiegeltje kijkt en zo. Zo hebben we het eigenlijk nog nooit eerder gedaan. En in de woonkamer is het vaak een beetje te vies met de haren en zo. Vind ik niet zo prettig. Maar hier kan het natuurlijk prima. Gewoon lekker in zijn kamertje. Ja, hij heeft te straks geplast toen hij geen luier om had. Dus vandaar dat daar het aankleedhoeskussen ding ligt. Helemaal voor leuks. En je ziet jezelf. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Oh, een mooie grote beer. Pak de beer. Ik help jou, kom maar. Kom maar. Wil je voorover? Ik help je toch? Blijf staan. Blijf staan. Oh. 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 Lieve schat, ik weet niet, maar je bent pas 4 maanden, hè? Het is niet te geloven dit. Het is niet normaal, hoor. Ga maar gewoon zitten. Ga je het tweede hapje proberen? Dit is volgens mij worteltjes. Die heerlijke saus in handige knijpflesjes om lekker mee te vissen. Nou, maar ik weet niet wie. Het gaat erover hoe zij de olie tot zo'n groot worden. Het is gelijk stil. Ja, hij is gelijk onder. Dit is nou één hapje en hij zit helemaal onder. Dit is wortel, erts en bloemkool. Poep zag er vanmorgen ook wel heel kleurrijk uit. Ja? Ja, dus, verschillende tinten groen en een beetje blauwig. Je hebt een foto gemaakt. Nee, schat, dat doe jij alleen. Dat is toch leuk? Eerste poepleier na een hapje. Ik heb natuurlijk van tante Elena gehad, hè? Ja, tante Elena gehad.
lekker. Hm? Ja. Ja, het is even wat anders. Jesse, oh, ik ben lekker aan het scherm. Zo, Sarah Jody is naar nachtdienst. En het geeft mij de gelegenheid om te proberen voor Vaderdag een afdrukje te maken van Jesse Silver, zijn handje en zijn voetje. Nee. Ik ben benieuwd of het gaat lukken en of het wel door. Kijk ook nog hoe ik dit ga filmen. Gaan we dat zo eens proberen? Handje eraf. Oh jee. Handje bij. Handje bij. Oké. Nou, dat is één. Maar nou zie ik dat die afdruk van zijn hand staat erin. Maar, niet slecht. Niet slecht. Hé, met je grote handen. Echt maar één hand. Nou, gaan we je voetje nog proberen, vriend. Is leuk. Nou. Nou. Dat was grappig, hè? Dat was grappig. Nou, dat is nog niet zo makkelijk, maar we hebben in ieder geval een goed gelukt voetje, zeg ik zo. De linker. En één handje. En de achterkant is moi. Maar ja, het gaat om het idee. Die was een beetje uit lood. Ah, maar de voetje is wel leuk. En zie dat Jesse me... Lekker ondergetucht heeft, dus ik ga even het anders aantrekken. Jesse Silver lekker een bedje brengen. En dan wordt het weer een nachtje met z'n tweetjes. Slaap lekker!